Ik heb geleerd dat de samenleving of dat de natuur genoeg heeft voor elk een van ons op aarde. En dat betekent dat we met de resources die we hebben elkaar moeten ondersteunen. Gezicht- en huidverzorging begint steeds belangrijker te worden in de wereld. Zo ook in Suriname. Een aantal ondernemers die op deze behoefte hebben ingespeeld, produceren verzorgingsproducten met als basis Surinaamse grondstoffen. Kita Cosmetics is geen onbekende naam meer in de Surinaamse samenleving. Gestart als een bedrijf welke overwegend badproducten produceerde, hebben zij zich ontwikkeld tot een cosmetica bedrijf met een scala aan producten. In deze aflevering bekijken wij nader de unieke kant en klare gezichtsmasker. Hi, welkom. Thank you. Ik ben Jaya Faria Jarvis, 33 jaar oud. Moeder van een heel schattige zoon. Trotse moeder van een heel schattige zoon. Ik ben... de eigenaar van Kita Cosmetics, voorheen bekend als Herbal Bath by Jaya. Oké, okay. En hoe ben je op het idee gekomen om te starten met Kita Cosmetics? Kita Cosmetics heeft een hele leuke geschiedenis als je mij vraagt. Ik ben in principe ermee opgegroeid. Mijn grootouders hebben me het vak geleerd. In de zin van mijn nani, mijn moeders moeder. Die heeft kennis over basis cosmetica en dat heeft ze me bijgebracht. Mijn oma van mijn vaders kant, die heeft kennis over kruiden, over planten, over het maken van medicijnen uit planten en plantenextracten. En op een gegeven ogenblik nadat je uit de schoolbanken bent, duurt het een poos voordat je je draai vindt in de samenleving. En alhoewel ik wel een baan had, lukte het niet echt. En van mijn hobby, het maken van cosmetica, heb ik dus mijn bedrijfje gestart. Want op een gegeven moment raakte al mijn spaarcentjes op. Ik had de keus. Of mijn spaarcentjes gebruiken aan mijn vaste lasten, of mijn spaarcentjes investeren. En ik heb ervoor gekozen om het te investeren. En nu staan we hier. Voordat ik begin, moet ik eerst weten welk product ik ga maken. En wat ik doe, ik moet ook weten hoeveel van het product ik ga maken. Niet elke keer maak ik dezelfde hoeveelheid. Eén keer kan ik bijvoorbeeld een 10 kilo maken en een andere keer kan het zijn dat ik 20 kilo nodig heb. Maar vandaag maken we dus een kleine batch. Ik ga dus 500 gram maken. Nee, ik ga 200 gram maken. Ik bereken het dus. En dan weet ik precies hoeveel procent van welk ingrediënt ik gebruiken moet. Waarom doe ik dat? Omdat ik de risico niet wil nemen om mijn eindproduct andere kwaliteit te geven. Mijn kwaliteit moet consistent zijn. Zodra je één grondstof verandert, betekent dat je de kwaliteit van je eindproduct ook zal veranderen. Dus voordat ik begin, zorg ik ervoor dat ik met mijn theorie en mijn formule helemaal klopt. Kloppen, helemaal kloppen. Dus dat hebben we gedaan. Dan moet ik nu de grondstoffen zoeken. Op dit ogenblik ben ik de ingrediënten aan het uitwegen. En beetjes bij beetjes voeg ik. Ah, zie je dat? Zie je wat gebeurt? Het wordt cloudy. Het was eerst wit en toen werd het cloudy. Het is zo mooi om te zien. Hoe dat product al er anders uitziet. Dit is in het klein, hè. Maar in het groot gebeurt alles in 10-fold, 20, 30, 40-fold. En dan hebben we andere containers nodig, grotere containers.
Belangrijk is ook dat ik de temperaturen check. Soms moet je erop letten dat de temperaturen niet overschrijden. Omdat ik extra ingrediënten in ga doen. Het wordt weer gewogen omdat ik extra ingrediënten in ga doen. Ik vertelde zojuist dat niet alle ingrediënten tegelijk in kan. En niet alle ingrediënten volgens met dezelfde temperatuur gewerkt, gecombineerd kan worden. Dus af en toe moet ik wachten totdat bepaalde combinaties van ingrediënten zijn afgekoeld voordat ik andere ingrediënten in doe. Van waar de naam Kita Cosmetics? Oké, Kita is afgeleid van quitarse. Het is Spaans. Quitarse betekent onttrekken, verwijderen. En als je onttrekt en verwijdert, maak je schoon. Mm-hmm. Wat produceren jullie allemaal? We produceren alles wat te maken heeft met badproducten. Van badzeep, badzout, body scrub, foot scrub, lotions, lip balms, badvissers. Wat hebben we nog meer? Haarproducten, voetproducten, lichaamsproducten. Alles wat te maken heeft met je bad. En waarom heb je gekozen om daarop te focussen? Wel, het is eigenlijk begonnen als hobby. En soms krijg je, wanneer je zit te denken over je leven en je denkt van oké, nu moet ik wel iets gaan doen dat productiever is. Ik wilde niet afhankelijk zijn van een baas. Ik wilde altijd de extra optie hebben en produceren. Dus toen ik begon, toen ik geen ander uitweg had dan mijn spaarcentjes te investeren, heb ik gedacht van hé, waarom combineer ik dat wat ik geleerd heb van mijn grootouders niet? De cosmetica en de kruiden combineren en daarvan een lijn maken. Zo is Herbal Bath by Jaya ontstaan en toen Kita Cosmetics. Natuurlijk, het is een cosmetica is een big business. It's in Suriname niet zozeer, maar in de internationale markt ja. Als we kijken naar de regio vooral, daar zijn zowel vrouwen als mannen heel erg gefocust op hun hygiëne, op hun huid, op het verzorgen van hun lichaam. Want je lichaam is je grootste, is alles dat je bezit als mens, als het ware. Je weet dat je lichaam bij jou, aan jou toe behoort. Dus je moet er goed voor zorgen. In Brazilië bijvoorbeeld is het een $31 miljard business. En als je al deze informatie hebt, dan gaat er wel een lichtje branden. En dan ga je wel proberen om van die business die je thuis doet, een beetje internationaler te gaan denken. Dat is ook een van de redenen waarom we gedacht hebben aan het branden en het switchen van onze naam. Maar dan ben ik benieuwd hoe je dag eruit ziet. Als onderneemster en als moeder, hoe laat sta je op? Wat doe je zoal? Hoe combineer je dit alles met je sociaal leven? Vertel ons. De vraag is niet hoe laat ik opsta. De vraag is hoe laat ik ga slapen. Ik hou van slapen, ik hou van mijn rust. Dat is, als je niet goed uit bent gerust, functioneer je niet goed. En dat geldt vooral voor mij. Ik sta rond de 6:00 op. Ik maak me klaar, ik maak mijn zoontje klaar. Ik heb een hele lieve man die ook helpt in het bedrijf. Het is inmiddels een familiebedrijf geworden. Ik zet mijn zoontje op school. Ik ga naar het werk, want ja, ik heb ook een baan overdag. En na mijn werk kom ik naar huis. Wanneer ik al mijn taken, mijn huishoudelijke taken gedaan heb, dan ga ik produceren. Dan zit ik na te denken, hey, wat moet ik doen? Welke klanten moet ik contacten? Welke producten moet ik maken? Welke producten moet ik aanvullen? Wat moet ik bestellen? Want mijn bedrijf is ook afhankelijk van andere kleine ondernemers en kleine bedrijven. En zo begin ik dan te produceren tot soms 3:00,
3:30 in de ochtend. Maar dat varieert van dag tot dag. Het gebeurt niet elke dag dat ik 3 uur ga slapen. Maar het hangt er natuurlijk vanaf wat de vraag is. Heb je offers moeten brengen voor je bedrijf of breng je die nog steeds? Offers? Ik zou niet zeggen dat ik offers heb moeten brengen in de zin van... Ja, af en toe wil ik wel lekker liggen kroelen in bed met mijn zoontje. Terwijl ik een grote bestelling heb. Maar dat is niet zo'n probleem, omdat hij me af en toe ook helpt. Hij haalt verpakkingsmateriaal uit een doos voor me, zodat ik mijn potjes kan vullen of mijn flesjes kan vullen. Maar voor het algemeen, nee, geen grote offers. Wat ik wel denk, is dat ik een keuze zal moeten maken in de toekomst. En dat zal wel een offer zijn, ja, denk ik. Omdat ik graag een fabriek wil opzetten. Een cosmetica fabriek wil opzetten. Dat is mijn droom. En dat betekent dat ik me 100% moet inzetten in dat bedrijf. Dus misschien in de toekomst wel, maar dat zijn toekomstplannen. We zien wel hoe het uitpakt. Ik heb dus al een ander ingrediënt aan toegevoegd. Dan komt ook mijn secret ingrediënt erbij. We maken nu de pink chocolate klei. Masker. We maken nu de pink chocolate masker. En dan gaan we weer mixen. Het is nog een beetje heet. Dus we moeten even wachten totdat hij is afgekoeld. Een beetje mixen. Zetten we andere ingrediënten, voegen we andere liquid ingrediënten aan toe. Omdat ik, ja, en dan gaan we weer kijken als het de juiste temperatuur heeft. Omdat ik dit al 8 jaar doe, kan ik bepaalde. Omdat ik dit al 8 jaar doe, weet ik ongeveer hoeveel ik van bepaalde ingrediënten moet zetten. Maar de meest belangrijke ingrediënten, die worden altijd eerst gewogen. Voordat we beginnen is het belangrijk om je formule te checken en rechecken, zodat je geen fouten maakt. Ik weet niet als je het merkt, maar het wordt al een beetje dik, hè? Maar het ziet er ook als chocolade. Hij wordt al lekker dik. In principe is het al ready om te gieten. Wanneer het product nog een beetje vloeibaar is, gieten we hem in dat potje. En naarmate hij afkoelt, gaat hij stijver worden.
Wanneer hij is afgekoeld, maken we hem dicht en zetten we onze label. Nu zijn we de potjes aan het labelen. Ook dat is precisiewerk. En zoals ik al eerder zei, de labels worden gemaakt door Surinaamse ondernemers. Of ze worden geprint door Surinaamse ondernemers. Dus zo zie je weer hoe kleine ondernemers onderling de backbone van de society worden, van de samenleving worden. Omdat ze willen of niet samen moeten werken. We leven onderling van elkaar. Dan gaan we hem sealen. En dan hebben we ons eindproduct. We hebben pink chocolate clay gemaakt. Hierin zitten verschillende soorten klei, verschillende soorten olie en grondstoffen in die heel erg gezond is voor je huid. Het onttrekt alle oneffenheden en alle mee-eaters uit je huid. En het geeft een lekkere hydraterend gevoel en een glow. Pink Chocolate is heel erg bekend om haar nutritions. Het begint een rage te worden, de roze klei masker. En nu hebben we onze eigen Surinaamse roze klei masker. Oké, en wat maakt jouw masker zo uniek? Wat maakt het zo apart? Vergeleken met zover ik weet, is er geen enkel ander Surinaamse ondernemer die kleimaskers maken op zo'n manier. De meeste kleimaskers die gemaakt worden, zijn droog. Deze is al voorgemixt. Deze heeft al olie en deze moet je alleen opsmeren. En you're good to go. Andere maskers die gemaakt worden in Suriname, dat moet je nog. Het is een hele romslomp. Je moet nog in je keuken of in je badkamer gaan op pasta zitten maken. Dat hoeft niet meer. Die pasta is al gemaakt. Met mijn product. In mijn geval zijn de pasta's al gemaakt. Waarom zou een klant voor mijn product kiezen? De producten hebben. We hebben al 8 jaar ervaring. We zijn niet pas begonnen. Dat betekent dat we ups en downs hebben gehad. De producten zijn vervaardigd door. Met formules die 8 jaren lang in de samenleving gewerkt hebben. Daarnaast zijn de formules ook uitgetest door een chemicus. Helaas is hij al overleden. Maar hij heeft me heel erg veel geholpen in de afgelopen jaren. Ik heb, behalve dat ik van mijn grootouders de kennis heb gehad, zijn we ook steeds bezig te onderzoeken, onderzoekingen te doen. We zoeken steeds naar de beste mogelijke grondstoffen om die te verwerken in onze producten. We hebben dus een bepaalde ervaring. Natuurlijk, ik heb ook trainingen gedaan, zowel in Brazilië als in Ecuador. Dus ik weet wat ik doe. Ik ben niet aan het experimenteren op mensen hun huid. Daarnaast, door het ondersteunen van mijn bedrijf, ondersteunt de klant ook andere bedrijven. Omdat om mijn product te maken, komen andere bedrijven ook aan bod. Bijvoorbeeld die kleine ondernemer in Coroni, die levert kokosolie aan mij. Die onderneemster onder de markt, die bijvoorbeeld grondstoffen levert. Of de inheemse en de Waslandkriose vrouwen, de Maronvrouwen die grondstoffen leveren. Zo is het is een keten. Dus mijn producten ondersteunen betekent indirect ook al die andere kleine ondernemers in Suriname ondersteunen. Omdat ik hun nodig heb om mijn product te vervaardigen. Dus het ondersteunen van mijn bedrijf betekent dat je een wezenlijke bijdrage levert aan de economie in een bredere zin des woords. Wat is je achtergrond?
Ik heb public administrations gestudeerd. In Brazilië heb ik diplomatieke betrekkingen gedaan. En op dit ogenblik ben ik bezig met een mastersopleiding in kleine en middelgrote ondernemingen op UWI. Maar als je een regelmatige klantenkring hebt, je regelmatige groep van leveranciers hebt, dan lukt het wel. Een van de meest lastige zaken waar ik mee geconfronteerd raak, is de verpakking. Oh, verpakking is zo'n uitdaging. De juiste potjes vinden, de juiste flesjes vinden voor je producten. Je kunt niet alle dol potjes kopen. Om en bijvoorbeeld vaste afnemer? In Suriname niet. Je hebt speciale lotionpotten met een laag, een beschermende laag nodig voor je lotions. Je hebt bepaalde potjes nodig voor bijvoorbeeld crèmes. Heb je weer een andere kwaliteit aan pot nodig of kwaliteit aan verpakking nodig. Ik heb nodig andere. Plastic kun je wel vinden in Suriname, maar de juiste kwaliteit voor mijn zeep kan ik niet in Suriname vinden. Dat moet ik laten halen. En als je als je kwaliteit wil leveren, betekent dat je ook op je verpakking moet letten. En sowieso wordt dat een uitdaging als we met maar nog geen 600.000 man in Suriname zitten. Klanten worden vergaderd voornamelijk van mond op mond. Hey, ik heb iemand ontmoet, ze maakt zeepjes of ze maakt lotions. Je kan het even proberen. Of via social media vooral. Ik heb in het verleden grote afzetten gehad. Dus het gaat echt, Suriname is klein, het gaat van mond op mond. Voornamelijk. Heb je nog meer dromen voor Kita? Kita is ontstaan, zoals ik al eerder zei, uit Herbal Bed by Jaya. En het is ontstaan via Herbal Bed by Jaya omdat we willen internationaliseren. En internationaliseren betekent we willen internationale afzetmarkten zoeken. Op dit ogenblik, ja, ik kijk in de regio hoe dat gaat. Ik ben bezig te onderzoeken hoe wij kunnen afzetten op grote schaal. Natuurlijk heb je dan weer die andere challenge dat wij hebben weer een andere challenge dat wij moeten gaan uitbreiden en meer mensen in dienst moeten nemen. Op dit ogenblik zijn we maar met z'n viertjes, vijfjes bezig en niet eens fulltime. Maar ja, behalve een fabriek opzetten, wil ik graag de Latijns-Amerikaanse markt en het Caribisch gebied veroveren.